Nou, en dan ga ik hier kijken. Kom maar nog. Had je het op de muntjes gedrukt? Ja, nou, dat doe ik niet. En nu, weer nee. Dit. Schiet het aardig op. Ja, je ziet het wel. Een kind kan de was doen. Ja, en ook nog drogen. Ook nog. En je ziet het. Alle machines zijn in gebruik. En maar eentje door ons. Ja. Maar ja, 4 euro voor 8 kilo was. Inclusief waspoeier en wasverzachter. Kun je ook even kiezen of je dat wil. Wij moeten nog 1 minuut. Of... En ondertussen de boodschappen gedaan. Daar. Maar het is ver droog. Nou. Hoe heet dat hier ook alweer? We gaan het zo opzoeken. Ja. Ja, we zijn hier. Oh. Weer zo'n prachtig plaatje. En weer de wasplaats. Dat is wel een grote. En nu hebben wij de was net allemaal gedaan. Je kunt er nog even zo in duiken. Frits is maar weer druk. Ja, maar ik kan niet vinden wat hij moet hebben. Het is gewoon thuis in de camper liggen. Oei, oei. Dus? Je microfoon. Mijn microfoon. Is er niet bij.
Ellen wist dat daar een kerk was. Oei, oei. Maar dan zie ik ook wat trappen. Ja. Nou, dat komt misschien wel aan. Ja, het moest er toch weer van komen. Maar het is wel een leuk trapje. En een paadje. Nou, daar hebben we wat. Helemaal naar boven gelopen. Alles op slot. Je komt op de film. Verbaas ik me weer. Weer een poes. Eerst denk je van nou, al die filmpjes zijn allemaal hetzelfde van al die plaatjes, maar dat valt denk ik nog wel mee. Dit is ook weer een heel ander plaatje als wat we al gehad hebben. Ja, ze hebben allemaal weer iets speciaals. Ja, dus we gaan nog maar even door met filmen. Ja. Maar ik weet niet of ze mensen er zo langzamerhand genoeg van krijgen. Ja, nou, dan zit maar even. Doorspoelen. Hier woont, denk ik, de familie Tuig. Klimt in ieder geval nog. Ja. Het ene straatje naar de andere. Vraag je af. Ja, ze parkeren gewoon, dus een ander kan er niet wat door. Nee. Weer allemaal waterkaan hier. Ja. Dat hebben ze toch overal hier. Want het, niet ieder huis is voorzien van water, denk ik. Nee. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan vandaag Oops weer verlaten. Ja. En we gaan naar de Cour du Verdon, heet dat, hè? Ja, het lac van de Cour du Verdon.
En daar zijn we een aantal jaar geleden al eens geweest. 12 jaar geleden. En dan gaan we dus gewoon nog eens even weer kijken. En er is weer een beetje wind bijgekomen. Het weer is iets slechter vandaag. Dus er is weinig aan te doen. Dus het zal een filmpje worden die een beetje meer bewolking heeft dan we gewend zijn. Ja. En dus, tot... We gaan er toch wat van maken. We gaan eens kijken. Tot straks aan de Cor du Verdon. Cor du Verdon. Ja. Een beetje Frans, een beetje door de neus. Cor du Verdon. Ja, trottoir en zo, dat ken ik allemaal wel. Maar... Ja. Ja. Maar, oké. Nou, tot straks. Tot straks, tot later. We zijn hier dus op de Air, de campingcar, aangekomen. Daar direct links bij de ingang, daar kun je je rommel kwijt. En het is, verder is het een hele mooie camperplaats eigenlijk, 100 meter van het dorp. Jeu de Boelbaan, een hele grote, ligt er nog achter. En daar is nog een restaurant waar je een lekker hapje kan eten. Dus je hebt eigenlijk alles bij de hand. En als je vooraan staat hier, zoals wij eigenlijk, dan heb je ook nog vanuit je raam zicht op het meer. Maar zoals we al heel vaak hebben gehad met de app van de NKC, dat de prijzen die je moet betalen op een camperplaats absoluut niet kloppen met de werkelijkheid. Bij deze zitten er maar 2 kwartjes in, maar we hebben ze al gehad in Portugal waar echt dat erop staat voor 9 euro zoveel en dat je 15,5 euro moet betalen. Dus daar klopt gewoon helemaal niks van dan. Er zit ook nog een toiletgebouwtje. En daar kun je water tanken. Tegen een vergoeding, daar kun je 50, 1 euro en 2 euro in gooien. En loze cassetten en zo, dat is gewoon gratis. Ja, je kunt hier ook nog op de camping staan beneden. Staan er ook wat. En wij staan daar dus. Bij dat lichte plekje daartussen. Ongeveer. We gaan eens kijken. Okay. Daar kun je de elektrische auto opladen. Ja, en daar is ook de burgemeester. En ze is weer helemaal in haar element. Berg je op. Ja. En berg je af. Hè? Wat dat betreft kun je beter naar Friesland gaan, Mop. Er is alles vlak. Het lijkt wel een foto. Altijd naar boven je. Als je naar beneden gaat, moet je ook weer terug naar boven. Dus ja, dat wel. Ik kom vanzelf weer beneden. Ja, we zullen wel niet verdwalen hier. Yep.
gewoon beter hier naar beneden gaan dan. Ongelijke trap allemaal. En weer een poes. Nee. Dan kun je ook nog naar beneden. Ah. Lekker terrasje bij die mensen. Nu gaan we eens kijken of ze thuis zijn. Oh, is dat geen trapje? Het kan zijn dat dat geen trapje is. Ja, toch. Ja. Het is kruip door, sluip door. En dan kom je nog op een leuk plekje. Carpe diem. Daar komt ze wel. Ga dan maar net, hè. Maar het is wel leuk hier. En weer een. Overal weer bloemen. De oleander. In die tijd dat ik nog in het bergkwartier woonde in Deventer, had ik deze ook. Ja, dus ik ben wel benieuwd hoe groot of die nu zijn, bijna na 20 jaar. Le Petit Chat. Ja, als je hier woont heb je toch allemaal wel lekkere plekjes. Ja. Ja, dan moet je iets de lucht in en dan weer naar rechts. Hier heb je geen huis. Nee, de postbode die kent ze allemaal hier. Cool.